Ik ben Roger Martens, ik ben 65 jaar en ik heb hier in Diepenbeek mijn eigen volkstuintje. Ik heb hier een gleufje gemaakt, 2-3 centimeter leg ik ieder een aard en zo gaan we dat heel stukje doen. We vonden wel dat er noodzaak was aan volkstuin in Diepenbeek. Vooral aan een plaats waar dat iedereen welkom is. Dus jong, oud, rijk, arm, ongeacht de beperking. En daarom ook dat we deze volkstuin hebben opgestart. Dus een stuk voor het ecologische tuinieren en een stuk om ook mensen met een beperking een plaats te geven. Dit is het eerste oogst, ja. Ja, dat heb ik gedaan, maar ja. Wat ik momenteel aan het doen ben, dat is eigenlijk als het te veel geregend heeft, dan maak ik mijn grond een beetje los, zodat die goed kan opdrogen natuurlijk. En ik vind het ook fijn, omdat ik heb hier altijd iemand om tegen te praten, et cetera. Want mijn broer is met een buurman, ten andere, mijn jongste broer, die zit hier langs, degene die ginds aan het werk is. Hé hey Jos, dat is mijn broer, zit je? Alles goed, ja? Ah, hij is momenteel ook met zijn patatten aan het werken, zie ik. En zo hebben wij de hele dag onze uitleg tegen elkaar. En het is gezellig, ik vind het fijn. Er zijn nog percelen beschikbaar. Het kost 40 euro voor één are en 20 euro voor een halve are. En voor meer informatie kan je altijd kijken op de website www.diepenbeek.be. We lachen, we grappen. En binnenkort als het mooi weer is, dan brengen we als een tafeltje mee. De ene brengt een kan koffie mee, de andere brengt een beetje een koekje of een wafel mee. En dan hebben we een hele gezellige... Een hele gezellige namiddag eigenlijk. We zitten bijna op een camping op een duur, zou ik zeggen.